Dus ik laat jullie even de woning zien. Hi. Homeschooling aan het doen. Hi Nick. Wat hebben we hier? Welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag is de eerste officiële dag dat we hier in Afrika zijn. We zijn gisteravond aangekomen. We zijn gesetteld. Ik laat jullie zo even het huisje zien. En net kwam al iemand pension. Dat is de kok. Die kwam hier al lekker ontbijt voor ons brengen. Dat is echt gewoon niet te geloven. Dit is echt zo fijn. De kids zijn lekker aan het smullen. Chocopasta. Lea heeft chocopasta. Chocopasta. Ik ook. Papa voelt zich niet zo lekker. Ik weet het, we zijn even aan het kijken of het is van de reis. Hij heeft hoofdpijn en het is wat misselijk. Of het is van de marijuana of een virusje. Dus hij moet echt even lekker rusten vandaag. En ik laat jullie zo meteen even het huisje zien. We gaan erop. Op de iPad? Ja. Nee, we gaan zo lekker naar buiten. Ja, met de honden. Mm-hmm. Oké, guys, ik laat jullie even de woning zien. Ik loop nu naar de achterkant van onze tuin. Zo, en dan lopen we richting het huis. Dit is nog achter mij. Het was allemaal bij de tuin. Daar staan wat koeien. Kalfjes normaal gesproken. Dit is een boomhut, maar dat is nu een wespennest ontdekt. Dus dat moeten ze eerst weghalen. En dit is dus ons huisje, waar wij mogen verblijven. Daar zie je nog een overdekt terrasje met wat lichtbedden. Hier nog een steenoven. Dan gaan we hier naar binnen toe. Ja, schatje. Ik laat het je zien. Dit is dus de woonkamer. Hier is de eetkamer. En de keuken. Met van die schattige kastjes. Hier is Lea en hier hebben we het speelgoed neergelegd. Ze zijn zich lekker aan het amuseren zonder tv. Dan hebben we hier een gang naar de slaapkamers. En deze gang gaat naar de wc. Of naar een van de badkamers. Hier is het bad. Hi. De wc. En hier is de voordeur. Of de achterdeur. Nou ja, maakt niet uit. Het is heel erg lekker weer. Het is lekker warm. Hier kunnen we naar boven. Hier hebben we een vide. Daar is op dit moment geen slaapkamer van gemaakt. Maar bijvoorbeeld leuk om voor de kids om te spelen of zo. Maar die spelen eigenlijk meestal lekker bij ons beneden. Dan gaan we hier naar de slaapkamers. Hier slapen de kindjes. Onder de klamboe. Hier heb ik hun kleertjes neergelegd. Dat bed wordt vandaag verwisseld voor twee matrasjes. Want er komen gasten in een van de andere huizen die dat nodig hebben. Dus de kids. En dat is ook maar goed, want Nick is vannacht uit bed gevallen. Hier. Uitzicht naar de tuin. En dan gaan we naar onze slaapkamer. Ik moet zeggen, we hebben heerlijk geslapen. Maarten die was vanochtend wat ziek. Die is overgegeven. Het is of van de reis of van de malariapillen. Het gaat nu weer wat beter. Hij heeft lekker geslapen. Hier is walk-in closet. Daar heb ik mijn spulletjes neergelegd. Die van Maarten. Ja. Oh ja, en dan hebben we nog. Dit is ons uitzicht naar de tuin. En hier hebben we een eigen badkamertje. Een wasbak. Hi. En een douche. Ik vind dat altijd zo mooi als er zo'n mozaïeksteentjes. Noem je dat ook mozaïeksteentjes? Zo in de grond. Wc'tje. En dadelijk in de middag gaan we met de kindjes nog even naar buiten. En dan laat ik jullie daar ook wel de buitenruimte zien. Thank you.
We zijn nu bij hun winkeltje. Ze verkopen hier hout, bewerkte spulletjes, spiegels, tafels, ik laat ze zo wel even zien. En broodjes met vlees voornamelijk. En hier kunnen de kids spelen, is echt super mooi hier. En 3 jaar geleden is het hier afgefikt, zeg maar, deze plek. En ze hebben het niet zonder geld, hebben ze gewoon dit weten te herbouwen. Dus het is een heel bijzondere plek geworden. Bij het timmerbedrijfje van Bruce. Hij is in zijn eentje begonnen en hij heeft nu 14 man in dienst. En wat zij doen, dat is zo mooi. Ze verzamelen dood hout, zeg maar. Want hier wordt heel veel hout en bomen worden afgefikt, zeg maar. Dus hier zie je nog een beetje... Ja, mama komt je zo helpen. En van dit... Daarvan maken ze dan meubels. Bijvoorbeeld hier een 5 meter lange tafel. En hieronder zijn bedden. Verder om te zien. Kijk. Ja, dat zijn dus allemaal bedden. En ja, heel veel hotels inmiddels bestellen bij hem. En het is echt super uniek wat hij allemaal maakt. Eigenlijk is hij op de kop. Dit zijn de wortels. Maar kijk wat hier. De stenen zijn gewoon in de boom gegroeid. Daar, daar, hier. We hebben net van Sue drinken gekregen dat ze hier in de buurt maken. Echt zo lekker. Dat is iced tea, homemade iced tea. Met rooibos en lemon. En er zit water in rooibos tea. Natuurlijk suiker, maar het is niet heel veel. Lemon extract en mint flavoring. Is echt super lekker dit. We gaan nu naar een kleine mission trip, zo noemen ze dat. Naar een dorpje waar echt arme mensen wonen. De kids gaan mee, want daar zijn ook heel veel kindjes die daar leven. En ik ben benieuwd hoe zij op elkaar reageren en hoe het gaat. Vanochtend was er een meid hier in huis die het hele huis heeft opgeruimd en gepoetst. Dat is zo onwennig, maar ook gewoon heel fijn, want je kan daardoor gewoon tijd besteden met je kids of wat ik dan heb gedaan. Dus wat Bijbel lezen of wat dan ook. En voor hun is het ook mooi, voor hun is het gewoon inkomsten. En zij hebben het ook heel goed hier, ze worden goed betaald en heel goed behandeld en liefdes horen eigenlijk gewoon bij de familie. Dus dat is wel echt super mooi, maar voor mij was het wel echt onwennig. Even terugkomen op gisteravond. Ik heb dat niet gefilmd. Ik vond het nog een beetje... Ja, ook dat vond ik een mama, beetje... Kijk. Ik kom zo bij jou, goed? Ik kom zo bij jou. Onwennig. En ik, uit respect voor hun... Ik wist niet of het oké was, zeg maar. Dus ik heb gewoon daar niet gefilmd nog. Ik heb Maarten heeft wel wat fotootjes gemaakt. We hebben daar samen gezeten en... elkaar beter leren kennen, dingen verteld. In het pikken donker terug op de jeep, hè, achter op de jeep. Dus dat was ook wel cool. En nu zijn wij thuis. Papa is even aan het werken met Bruce. Bruce heeft een timmerbedrijf. Hij maakt hele mooie meubels, zoals ik jullie al heb laten zien. En Maarten is daar aan het helpen met zagen. En tegelijkertijd is Maarten zaagles aan het geven aan de jongens die voor Bruce werken. Vindt hij ook heel leuk en dat heeft hij in Nederland ook wel eens gedaan. Dus dat is wel echt super grappig. Ik ben thuis nu met de kindjes. Lea mag even op de iPad. En ik ben met Nick een stukje homeschooling aan het doen. En we zijn dit aan het doen. Veilig leren lezen en dan het eerste boekje. En papa komt zo thuis. Dan gaan we samen lunchen. Het is nu rond de middag. En daarna gaan we met z'n vieren wat leuks volgens mij. En vanavond mogen we weer eten bij Bruce en Sue. Dus, we zijn wel wat moe, want om 5 of tussen 5 en 6 gaat de zon op. En beginnen hier ook de haan te kraaien en zo. Dus de kids waren vanochtend 5:30 weer wakker. We moeten echt op tijd naar bed met z'n allen. Oké, boef. Dit word ik als ik groot ben. Boef! Wat ga je dan doen? Spelen. Nou, dat is toch geen beroep? Jawel. Wil je echt boef worden? Dan pak je spullen af van andere mensen.
En wat wil je echt worden? Ik wil het eigenlijk niet worden. Dat zeker weten? Ja, zeker. Dat doe ik niet. Moet je een andere hebben? Ja. En welke letter is dat? E? Ja. Dan moeten we kijken, waar is in het woordje wip de E? Wip. In de midden. Heel goed. En daar mag je een kruis zetten. Het is middag. En papa is thuis. Dus we gaan even samen eten. Uurtje later dan verwacht. Ik zou eigenlijk om 12 uur thuis zijn. Maar ja, er kwam weer wat tussen. Welkom to Afrika. Mm-hmm. En hij is verbrand. Dus hij heeft zich niet goed ingesteld. Hij heeft zich helemaal niet ingesteld. Heerlijk hoeveel tijd we echt hebben voor dingen als een boekje te lezen. En tijd voor elkaar en met elkaar. We zijn echt veel minder afgeleid. Internet doet het hier niet goed. En daardoor ga je ook geen vlogs kijken. Ga je geen Facebook checken, Instagram checken. Dat is nooit gedwongen. Want op zich vind ik het ook echt leuk om vlogs te kijken of 's avonds te Netflixen. Maar het is ook echt zo goed om af en toe eventjes af te schakelen en in de boeken te duiken en gesprekken te hebben. Dus we genieten. Kijk maar. Kijk, modder. Ja. Modder. Wat weet je maar. We hebben van Sue lekkere soep gekregen. En Nick heeft een vriendje hier, hè? Hoe heet jouw vriendje, Nick? Wietje. Wietje, ja. Zet maar op de grond. Ik zei, go play there. Goed van jou, go play there. Wietje, kom. Ja. Bethany, de schoondochter van Bruce en Sue. Die woont hier achter onze tuin. En ze hebben koeien. En ze hebben hier achter op de wei... wezen staan. Hun moeder is er niet meer, dus die worden gevoed met de fles. En Nick die mocht gaan kijken, want Lea die slaapt nog, anders waren we met z'n allen gegaan. Ik zeg, wil je gaan kijken? Toen zei hij, nee. Ik zeg, waarom niet? Ja, nee, dan wil ik het ook zelf doen. Dus Bethany zegt, ja, dat is geen probleem. Hij mag het zelf doen en dan maak ik wel een filmpje. Dus ik kijk even hoe ver ik kom en of ik een klein stukje kan filmen vanaf de verte. Goedemorgen allemaal. Bruce heeft al het vriendje van Nick gebracht. Hey buddy. Hey buddy. Als die kon, dan had hij ook naast Nick geslapen volgens mij afgelopen nacht. Is goed? Leuk hè dat hij weer hier is. Ja. Hoe heet je weer? BJ. Hi BJ. Hi BJ. Nick, wat heb je de sokjes hoog? Papa gedaan. Ja? Wat doe jij dan? Wat doe jij nee, dan? Heb je zelf speldjes in je haren gedaan, schat? Oh nee. Wat doe jij dan? Ik zit wat doe je dan? Je tandpasta, mama. Oké. We gaan even naar Bethany toe. Die is aan het werk in haar tuin. Good morning! Young ones. Oké. Okay. Dus ik had het over hier en ik wil hangen. Wat zou je doen? Spelen? Puntjes dood, mag wel mijn kaart. Mag ik deze? Ja. Is allemaal vast? Ja. En dus die, naar voren, doe maar naar voren. Dat is de voren. En daarachter.
Hier, en naar boven toe. Dat is die, ja. Lekker aan het koken? Koken met 15 kruiden. We moeten even doen met wat we hier hebben. Pasta à la mama. We gaan weer naar een kleine dorpje. Ready to roll. En de kids hebben een soort van een pyjama aan. Omdat ze, ja, omdat daar ja, wat muggen zijn en weet ik wat allemaal. Vooral, we zijn aan de avonduren, dus dan zijn die muggen actiever. Dus, en hun huidje is heel gevoelig. Dus ik wilde dat spul wat ik heb gekocht niet op hun huid smeren, maar op hun kleren. Kijk, daar niks er al klaar in ziet. Dus vandaar dat we even lange mouwen hebben gedaan. And go. Have fun. We hebben weer een leuke dag gehad en een mooie avond in Palm Village volgens mij. In het arme dorpje, zeg maar. Ja, was weer een goede tijd. En de kinderen en Maarten slapen. Volgens mij is het 9 uur of zo. Ja. Leuk dat je keek naar deze vlog weer. En wellicht tot de volgende vlog. We gaan morgen om 7 uur vertrekken naar Harare. Naar de stad die hier dichtbij ligt. Want daar woont Tracy met Martin. De dochter en schoonzoon van Bruce en Sue. En daar blijven we een weekendje slapen in hun Airbnb. En gaan we een leuke tijd tegemoet met hun en hun kinderen. Dus volgende keer weer kijken. Doei!